Bulgogi. Snijd het steeltje van 1 rode peper. Snijd de peper in ringetjes. En 1 ui in halve ringen. Snijd 3 tenen knoflook fijn. Meng de peper, ui, knoflook, 50 ml ketchup manis, 30 ml Japanse sojasaus en 1 eetlepel sesamolie en laat 1 uur staan. Leg 4 biefstukken 1 uur afgedekt in de vriezer. Snij het vlees in zo dun mogelijke plakjes en marineer 1 uur op kamertemperatuur in 2/3 van de marinade. Schil 3 cm verse gember en snij fijn. Kook 300 gram pandan rijst met de gember volgens de aanwijzingen op de verpakking. Rooster ondertussen 2 eetlepels sesamzaad in een koekenpan zonder olie of boter in 3 minuten goudbruin. Haal de blaadjes van 1 kropsla los en snijd 3 bosuitjes in ringetjes. Verhit 1 eetlepel zonnebloemolie in een wok en roerbak 1/3 van het vlees 2 minuten. Leg op een schaal en herhaal 2 keer. Schenk de rest van de marinade over het vlees. Serveer de sla, bosui, het sesamzaad en de rijst apart. Zo maak je bulgogi.